Hoi allemaal en welkom bij deze tekenles met het handletteren. En bij deze les gaan we eens kijken naar die tussenlijnen. Dat zijn die accenten voor in je bullet journal. En je hebt wat lastigere, de vintage. Maar we beginnen eerst eens met de makkelijke en de wat snellere lijnen. En wat ik gebruik is een Staedtler pigmentlijner. 0,3 in dit geval. En deze is waterproof. En ik zal ook demonstreren de Cali Brush. Dit is een handletter pen op waterbasis. Je kan het hier ook zien. Ik heb een beetje zitten uitproberen hoe dat werkt. En dit is een waterbrush pen. Dus die kun je gebruiken om mee te schrijven. Maar dus ook om dingen te vervagen en een beetje uit te wateren. Als je dat leuk vindt. En we gaan eerst eens aan de slag met 4 makkelijke tussenlijnen. Dividers zijn dat. Daar kun je je teksten mee onderscheiden, zeg maar. Trek eerst wat lijnen met een potlood. Je kunt dat doen met een liniaal. Maar ik vind het mooiste eigenlijk uit de losse hand. En ik heb dus die pigmentlijner. Die is watervast. Dus daar kun je niet mee met water op. En dan begin je eens met het zetten van 3 stippen. 2 kleine en een wat dikkere in het midden. Dan maak je 2 gebogen lijnen. En dan doe je ongeveer hetzelfde dus aan de andere kant. Op deze manier heb je al heel snel een hele leuke tussenlijn, zeg maar. En die kun je natuurlijk inkleuren of met lijntjes inzetten. Maar dit is dus echt een hele eenvoudige, maar ik vind een hele mooie dividerlijn. Dan heb ik nog een hele leuke. Werkt heel snel, je ziet hem hier. Zet eerst een paar puntjes. Dan heb je gelijk je lijn te pakken, zeg maar. En dan maak je krullen die steeds ietsje groter worden. En dan langzaam weer kleiner. En ik eindig weer met een paar puntjes. Nu komt het leuke. Je zet weer puntjes. En dan ga je in de tegenovergestelde richting diezelfde beweging maken. Dus in het midden de grootste lus. En dan steeds kleiner hier naar het einde toe. Ook deze kun je natuurlijk weer inkleuren of leuke vormpjes intekenen als je dat wil. Maar dit is dus ook een hele vlotte, snelle, maar erg leuke dividerlijn. Dan heb je natuurlijk altijd nog de standaard arrow. Dus de pijl voor als je iets extra wil benadrukken. Die is natuurlijk heel eenvoudig. Hier zie je het einde van die pijl. Er zitten altijd van die veertjes aan. En dan is het leuk om daar allemaal veertjes bijvoorbeeld in te tekenen. Of zoals ik hier doe, om en om even zwart maken. Dus je kunt ze net zo versieren als je wil. Maar ook dit is een hele simpele, maar doeltreffende lijn. Oké, ik had het over de Cali Brush. Deze is in dit geval niet watervast. En dit is ook een leuke. Je maakt gewoon een golfbeweging. Ook weer groot in het midden en dan klein aan de buitenkanten. En dan maak je een tegengestelde richting. Erg grappig om te doen en je hebt meteen effect. Ook deze kun je weer inkleuren of voorzien van kleine details. Als je dat leuk vindt. Maar ook deze is dus heel snel en erg leuk. We zullen eens kijken wat voor effect dus dat water heeft op deze pen. En wat je bijvoorbeeld kan doen is een klein beetje schaduw maken onder de dividerlijn die je getekend hebt.
Ik heb dus de waterpen, brushpen van Pentel is dat. En die kun je gewoon simpelweg vullen met water. Ideaal. Dus geen knoeipartijen, dus dat is ook wel fijn. En zoals je hier ziet, is deze inkt heel makkelijk in water op te lossen. Voor speciale effecten. Nou, dit zijn de vier eerste dividerlijnen die we hebben getekend. Ga ermee aan de slag. Ik had dus de Calibrush gebruikt, de Pentel brush, waterbrush en de Staedtler die watervast is. Tot de volgende tekenles. Ik hoop op een dikke duim omhoog. Deel het met je vrienden en vergeet je niet te abonneren.